gasten al gelijk naar de klok van 10 uur. Dus Robart Valk. Robart, niet Robert, nee, Robart Valk. En er zijn er maar ook 4 in Nederland, vertelt hij net. Hè? Dat klopt een beetje. En Ben van Stijn en zijn van het Vrijheidsbos Brielen. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. Laat ik met Ben. Ben, dat Vrijheidsbos, wat houdt dat nou precies in? Joh? Het Vrijheidsbos is een bos waar mensen en bomen kunnen planten ter nagedachtenis aan een dierbare of ja, ter ere van een geboorte van een kleinkind of je eigen kind. Dus het is een herinneringsbos. Herinneringsbos. Ja. Dat is eind verplanting zou ik ook niet eraan zetten. Het is alleen maar mooi natuurlijk. Het is niet alleen met een traan, maar ook met een lach. Hè. Net als Bart, dan kom ik even. Robart, ik ga Bart zeggen. Robart. Hey Robart, jullie zitten ook bij een bestuur van het veiligheidsbos. Hè? Dat klopt. Ben is de voorzitter en ik ben de penningmeester en het is kort ter plaatse van mijn secretaris. Ja, dus jullie zijn op zoek naar een bestuurslid. Als ik kan wel, ja. Ja. Ja, die vrijheid moet je hebben, hè? Toch? Zeker. Ja, ja. Kost veel tijd, maar het is voor een mooi doel. Dus, ja, ja. Hey, Ben, het Vrijheidsbos, hoe lang bestaat het al? Het bestaat een jaartje of 30 nu. Ja? Moet zo langzamerhand aan een jubileum gaan denken. We hebben op dit moment zo'n 550 bomen in het bos, waarmee het ook wel grotendeels vol is. En die 550 bomen, die zijn echt neergezet tegen een aandachtnis of ja. Met een lach en een traan. Elke boom heeft een begunstigde. Ja. Ja, en een eigen verhaal. Ja, ja. Maar vol is vol, hè? Zeggen ze dan. Ja, vol is vol, in dit geval zeker. Maar we hebben inmiddels wel een aantal weesbomen. Dus bomen die niet meer geadopteerd zijn door iemand. Dus die willen we weer opnieuw uitzetten. Vind ik een leuke naam, weesbomen. Ja, ja. En, we zijn aan het kijken of we toch nog ergens iets aan ruimte kunnen creëren. Om toch nog een aantal mensen blij te maken met een boom. Maar uiteindelijk, ja. De boom moet ook kunnen groeien. Ja, tuurlijk. Dus op een gegeven moment zit het bos wel vol. Ja, ja. En Robart, jij bent secretaris dan, hè, laten we het zo maar noemen. Ja. Met alles en nog wat erbij. Hoe lang zit jij er al bij? Bijna 2 jaar. Bijna 2 jaar. Ja. En jij bent 3 jaar, hè? Ja, ruim 3. Is toen een bestuur opgestapt of hoe moet het zien? Nee, ik ben er zelf ooit, heb ik de vorige voorzitter op gevolgd. En zo gaat dat in het bestuur. Er moeten wat mensen gaan er wat uit en er komen wat nieuwe bij. Ja, ja. Dus we hebben nu een redelijk nieuw bestuur met mensen die het nou allemaal minder dan 5 jaar doen. Op één oude rot na. Okay. Die zit er al langer in. Ja. En voor de rest zijn het allemaal nieuwe mensen. Ja. En Robart, waarom ben jij daarin gekropen? Je bent 2 jaar bij. Ik werd gevraagd door Ben, zeg maar. Oh. We zijn allebei politiek actief en we raken elkaar in gesprek. Via politieke partij kennen jullie hem. Ja, ja. We hadden bij een andere partij, maar via de politiek. Ja. En hij zei van, goh, we zoeken iemand eigenlijk die wat jong is, goed financieel onderlegd voor sponsors. Ja. Toen stapte de penningmeester op en toen kwam de penningmeesterfunctie erbij. Ja. En zo is het een beetje verder gaan groeien met mijn taken. Maar je bent ook een natuurmens. Ja. Ook dat, ja, nou ja, dat moet je. Dus ik hou veel linkerhanden, maar ik vind het wel mooi om in de natuur bezig te zijn. Ja, ja. Ben, ligt het op de rand van de Briel? Of, Ja, kijk, heel formeel ligt het op het grondgebied van 4 polders. Maar okay. Dat is gemeente Brielen. En nou, Brielen heeft een bekendere naam. Dus het is het Vrijheidsbos Brielen. Ja, ja. Dus, het ligt op je zal ontzettend veel mooie reacties krijgen af en toe als er weer iets nieuws, een nieuwe boom is of een nieuwe boom. In ieder geval mensen die dus dat voor het eerst zien. Ja. Hè? Ja, we zijn nu vooral bezig met, ik zei net, het bos is grotendeels vol. Ja. Dus we zijn nu andere manieren aan het verzinnen om toch aan onze doelstelling te kunnen voldoen. Dus we hebben sinds een klein jaartje een nieuw bestuurslid die zich bezighoudt met het organiseren van activiteiten. We richten ons daar vooral op kinderen. We zijn bezig met het ontwikkelen van een klein theaterpleintje, waardoor we ook het een en ander kunnen opvoeren daar. We hebben het geplante bos, maar we hebben ook een stukje echte natuur, noemen we dat altijd. Dat is een strook bomen, struiken, daar hebben we een pad doorheen gemaakt.
En dat gaan we volgend jaar omdopen tot het toontellige pad. Een schrijver die ooit in Briel is geboren. Okay. Die in, allemaal verhalen schrijft, die beetje filosofische kinderverhalen, maar met een dieper onderlaag, die vaak gaan over thema's waar we het ook in het bos over hebben. Dus onze ereburger in Brielen, dus die gaan we vereren met een mooi pad. Okay. En gaan we een aantal van zijn verhalen in uitbeelden. Goed, gaan we weer verder met Ben van Stijn en Robert Valk over het Vrijheidsbos Brielen. We hebben het voor deze plaat al een beetje gehad hoe het een beetje in elkaar zat. Maar tijdens de muziek die gedaan werd, hebben we het even gehad over lichtjesavond en werkdag. Heren, wat is dat, werkdag? En met de werkdag maken we het bos zeg maar winterklaar. Dus door het snoeiwerk, het opruimwerk. En daarvoor zoeken we ook nog wat vrijwilligers om op te ondersteunen erin. Ja, zeker. Ja. En op dezelfde dag, dus 9 november, hebben we ook een lichtjesavond. En dat is om te gedenken. Dus er zullen er 9 à 10 activiteiten zijn. Met mensen die kunnen dichten, muziek en andere zaken, zeg maar. Mensen kunnen ook een klein lichtje kopen om bij hun eigen boom neer te zetten. Om zeg maar, een soort van vorm te vinden om extra te kunnen herdenken. Ja. En Ben, is dat voor het eerst, zo'n lichtjesavond? Hoe is het tot idee gekomen? Van, met mensen die zeggen van, nou zou je dat ook nog kunnen doen? Nou ja, ik zei net, we hebben iemand in ons bestuur zitten die belast is met activiteiten. We willen andere manieren vinden om dat herdenken en gedenken vorm te geven. Nu bomen planten niet meer direct kan. En daarbij proberen we ons ook vooral te richten op de nieuwe generaties, kinderen, jongeren. Dit komt uit de koker van onze vrijwilliger die daarmee bezig is, Nikita. En die komt met allemaal mooie ideeën waar verbazingwekkend veel kinderen en mensen op afkomen. Met paas, zoiets als paaseieren zoeken. Ik had zelf het idee, ik denk daar komt natuurlijk niks op af. het regende ook nog en ik geloof dat we 120 kinderen in het bos hadden. Zo. Dus, ja, ook is een leuk idee, hè? Dat zijn leuke ideeën, simpele ideeën, maar ook kennelijk iets waar ouders en kinderen wel naar zoeken. Het is op een mooie locatie, je bent lekker bezig en voor ons is het belangrijk dat die kinderen weten dat het bos er is. Ja. En dat als ze net even iets groter zijn, het misschien iets minder vaak slopen. Ja, dat, maak je dat wel mee? Ja, er wordt best een hoop gesloopt en gedumpt. Ook met plaatjes van mensen? Plaatjes, maar ja, dat is niet altijd vandalisme. Dat komt vaak door de tractor die er doorheen gaat. Maar nou, afgelopen week hebben ze weer hebben daar een huisje staan waar mensen een beetje droog kunnen zitten. Ja. Ja, die liggen wel vaak onder vuur. Ja. Bomen, die jonge bomen die worden omgeknakt. Bankjes in het park die worden gesloopt. Ja. En het is ook toegankelijk voor jongeren. Ik vind het prima als ze daar zitten. Snap dat je daar een beetje uit zicht zit. Ja. Maar ja, ruim alsjeblieft al je zooi op. Ze gooien alle bieren, flesjes kapot. We vinden echt van alles. Ja. Dus dat is ook een beetje de achterliggende gedachte van die kinderen al jong in het bos. Dat ze weten wat er is, waarom het er is. Want vaak weten jongeren dat gewoon niet. Die komen naar een leuke plek. En waarom dat er staat, geen idee. Ja. Ja. Hey Robert, je hebt over de werkdag, hè? Ja. Zoek je mensen voor natuurlijk. Moeten die ook kunnen maaien? We hebben allerlei taken, zeg maar. Dus ja, er zullen ook wat kleinere taken zijn, zeg maar, voor mensen die wat minder groene vingers hebben. Dus in principe is gewoon iedereen welkom. Ja, net als nu met deze weerstoestanden. Het is amper herfst geweest, dus je krijgt straks alles tegelijk misschien in één keer, hè, of niet? Ja, er zijn echt heel veel taken te doen, dus vandaar dat extra handjes ook zeer welkom zijn. Ja. Mocht er luisteraars zijn die zeggen, wij willen graag een stukje bijdragen, dan het harte welkom. We verzorgen uiteraard koffie, thee en een lunch. Hebben jullie een website of zo? Ja, vrijheidsbos.nl. Vrijheidsbosbrielen.nl, Vrijheidsbosbrielen.nl. En dan kunnen de mensen ook zien met wie ze contact moeten krijgen om als vrijwilliger er bezig te kunnen zijn. Ja. Ja. En voor de kinderen, Ben, is het natuurlijk ontzettend leuk. Want je zegt, ze beginnen al klein en ja... We hebben pas een activiteit gehad met de boswachter. En dat was ons eigen Freek Vonk, alleen dan met, met wormen en torren. Ja. Dus die, al dat soort activiteiten worden door kinderen heel gewaardeerd. We hadden verleden jaar een stuk hout, daar zat een of andere kever in. Zo'n kind heel de dag gebiologeerd naar zo'n ding zitten kijken. Maar,
Ja. Dus je kunt bij ons in het bos op ontdekkingstocht... Slangetjes ook of niet? We hebben geen slangetjes, maar er zitten wel reeën, er loopt een vos rond, we hebben buizerd. Maar geen wolf, hè? Nog geen wolf? Nog niet. Dan moeten we andere maatregelen treffen. Moet je even niet denken. Nee. Nou, en we hadden het net over die werkdag. Kijk, een van de dingen die moet gebeuren, je had het over wind klaarmaken. En wij vrezen dat er nogal wat water naar beneden komt de komende weken, maanden. Ja, ja. En dat is wel een probleem in het bos. Dus we hebben heel veel gedaan nu om de bodem te breken. En die is in de loop der jaren verdicht. Dus er zit een harde kleilaag in. Dus maar het water moet afgevoerd worden. Dus met de werkdag gaan we ook gleuven graven. Zodat dat water weg kan. Dus groene vingers is niet nodig. Een aantal bouwvakkers die lekker kunnen scheppen is ook goed. Nou goed, die lichtjesavond, Robert, dat lijkt me ook heel mooi. Mensen die een gedichtje voor je willen, misschien wel iets willen zingen. Of ja, het is natuurlijk geweldig dat kan, hè? Ja, zeker. En ik ben ook heel blij dat heel veel mensen zich hebben aangemeld om een van die activiteiten te ondersteunen. Ja. Belangeloos, zeg maar. Dus dat is mooi. Ja. Nou, ik bedank jullie allebei ontzettend hartelijk voor jullie bijdrage voor het Vrijheidsbos. En dat het nog heel lang mag blijven bestaan. En dat mensen die zeggen nog een keertje dat waar ze kunnen zoeken. www.vrijheidsbosbrillen.nl of Vrijheidsbosbrillen op zoek op Facebook, dat vind ik ons ook. Ja, dan kunnen ze vanzelf binnenkomen. Van de week herfstvakantie, merken jullie dat al, dat het weer drukker wordt? Dat moet je even wachten natuurlijk. Nee, maar wij merken dat het bos gewoon goed bezocht wordt. Ja, mooi, hè? Ja, er zijn heel veel mensen, de parkeerplaats staat soms helemaal vol. Oké. Nogmaals hartelijk bedankt voor jullie bezoek. Hele fijne zondag verder. En wie weet, je houdt me op de hoogte hoe het gaat met de lichtjesavond en de werkdag. Ik dank jullie wel. Ja, u ook bedankt.